Er is crisis in Nederland. Een groep leerlingen van de Brede School Merenwijk wil er iets aan doen. En onder leiding van Jeroen verzamelen ze mensen voor een protest. Weg met Rutte! 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 Jeroen en zijn klasgenoten reizen af naar Den Haag, waar Mark Rutte vandaag aan het werk moet. Weg met Rutte, stop de crisis. 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 Positie, dress, positie, positie, Mark Rutte, Mark Rutte. Wat is dit nou weer? Ze zijn een hele groot protest tegen aan het houden, Mark Rutte. Stop de crisis. Weg met Rutte. Kijk daar. Weg de Rutte. Weg. Weg met Rutte. Stop de crisis. 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 De bodyguards vinden het protest te bedreigend en schakelen de politie in. Politieteam 1, kom nu naar het plein in Den Haag, nu! Stop de crisis! Als de politie arriveert, zijn de spanningen hoog opgelopen. Pak die steltje, idioten! Meekomen. Nee, dat is Mark Rutte. Dan pak de protestanten. Nee. Jeroen en zijn klasgenoten belanden in de gevangenis. Waarom huil je eigenlijk? Misschien zie ik mijn familie thuis weer. Oh man. En mijn broertjes. En mijn broers. Mijn moeder. Allemaal in duigen. Hey, wat ruik ik? Misschien heb ik in mijn broek geplast. Ik moet toch in de gevangenis zitten? Rustig jongen, rustig. Ik moet in de gevangenis zitten. Hoe kom je daar naar buiten? Volgens mij heb je gewoon gedroomd. Dat betekent dat de almen niet echt is. In Nederland, dan word je niet in de gevangenis gegooid als je een eigen mening hebt. Nee. Oké. Ik heb honger. Oké, kom, we gaan ontbijten. Kom niet! Die dag op school gaat het over de droom van Jeroen. Iemand vertelde me vanochtend over een bijzondere droom. Jeroen. Ik had 's avonds een nare droom. Ik en mijn vrienden gingen protesteren tegen Mark Rutte. En toen later zaten we in de
gevangenis omdat we geen mening mochten geven. Het droom over Mark Rutte. Kennen jullie Mark Rutte? Ja, hij heeft van die gekke bril. En nog van die gekke wenkbrauwen. Ja, en een hele grote neus volgens mij.